Hi en welkom bij Doe Het Zelf. De periode komt weer aan, de koude dagen, maar ook de periode dat we allemaal ziek worden. Dichte neus, pijn met slikken, maar misschien nog wel de vervelendste. Dichte, pijnlijke en verstopte oren. Iets waar ik persoonlijk veel last van heb en ik denk velen van jullie ook. Daar heb ik een hele mooie oplossing voor verzonnen, dus kijk maar mee. Cool. Dus, we hebben hier een schone sok. Schone sok, vergeet niet. En een klein zakje keukenzout. Het enige wat je doet is, je houdt de sok open. Op deze manier. Je kan natuurlijk ook een trechtertje gebruiken als je dat makkelijker vindt. En vervolgens strooi al het zout uit het zakje. Strooi in de sok. Zout heeft een ontsmettende werking. Vandaar dat het heel effectief is met oorpijn. Of een dichte oor. Makkelijk, simpel en goedkoop. Dus, het zout zit erin, je maakt er een mooi knoopje omheen, zorg ervoor dat hij goed dicht zit. We gaan hem zo meteen in de magnetron verwarmen en je wil natuurlijk niet dat het zout hier in de magnetron terechtkomt. Mooi dicht. En dan gaan we erin leggen. Ik zou zeggen, een minuutje op 600 watt moet voldoende zijn. En dan is het wachten. Oké. Sok is goed warm. Het is de bedoeling dat als hij goed warm is, je moet zelf natuurlijk een beetje kijken. Het kan verschillen per magnetron. Misschien moet hij er iets langer in, misschien iets korter. Dat laat ik volledig aan jullie over. Een kwartiertje tot een half uurtje moet genoeg zijn om de pijn te verlichten. Het enige wat je doet, je legt hem gewoon op je oor neer en gaat lekker relaxen. Je zal zien dat het echt werkt. Beste manier is om grof zout te gebruiken, zodat het zout niet aan de onderkant van de sok uit kan komen. Dat willen we natuurlijk niet. Kost weer veel schoonmaakwerk, et cetera. Maar dit is dus de manier om van je oorpijn af te komen van de winter. Ik zie je de volgende keer bij Doe Het Zelf.